Sup iedereen, mijn naam is Filonic en ik breng jullie een 1 vs 1 tussen de paarse Terran-speler Pnik en tussen de blauwe Zerg-speler. Ja, de kleur is blauw. Birke, allebei respectievelijk in de tegenstander richting aan het spawnen. Namelijk Birke in het zuidwesten en Pnik in het noordoosten. De map is Shapkeuris Plateau, als je het nog niet hebt gezien. Dat zie je met die... Ah nee, dat was niet deze map, dat je zo'n lachend gezichtje in het midden was. Dat was een andere map. Ik ben de maps aan het... door elkaar aan het halen, maar dat kan wel goed zijn, want ik ben zoveel kasten opnieuw aan het doen. Van, nee, dat moet goed genoeg zijn, dat is niet goed genoeg, dat moet altijd beter en beter en beter zijn. Dus mijn mond wordt een klein beetje moe en een beetje droog van de hele tijd zoveel te praten. Mijn ouders die denken nu van, waarom zit die jongen de hele tijd tegen de computer te praten op zo'n manier. Ik wil graag deze game casten, want ik was er eigenlijk bij toen dat ze deze game met elkaar speelden. We waren gewoon een beetje aan het practice matchen tegen elkaar en zo. Pnik speelt normaal gezien Zerg. Hij is geswitcht van Terran naar Zerg. Maar hij kan Terran heel goed. Hij heeft Terran heel. Hij heeft Terran onder de knie, dus dat is geen probleem voor hem. Hij weet goed genoeg wat hij allemaal moet doen. Aan de andere kant hebben we Wirke, die al sinds het begin al met Zerg heeft gespeeld en een heel goede Zerg-speler is. Deze is ongeveer, laten we zeggen, ja, het is eigenlijk een diamond level spel, deze. En ik wil deze gewoon casten, want deze is heel epic, ik was erbij. Het was ook op de livestream, maar ik denk niet dat veel mensen dat hebben gezien, want ik heb dat meteen weer afgehaald. Want de livestream die gebruiken voor live dingen en, wat zeg je, ook de productietijdpool, dan weten we meteen wat er gebeurt. De livestream is voor live dingen en de YouTube die gebruiken we gewoon voor onze casts, onze updates en andere leuke dingen. Leuke dingen gaan we gewoon op beide doen. Ondertussen is al een berg aan het bouwen, Pnik, op de low ground. Waarschijnlijk om zo snel mogelijk zijn expansion te bemachtigen, terwijl Birke ondertussen zijn expansion al heeft gehaald. Ik heb niet echt gekeken, hij heeft nog geen spawning pool, dus hij is hatch first. Op een grote map zoals Shakura's Plateau is dat wel doenbaar, aangezien zeker als je weet dat je cross position spawnt, want die afstand is wel heel snel. Als we nu gewoon kijken naar deze drone, zo... Oké, ja, dat is goed genoeg. Bolt marientjes aan het maken. Extractor en bol onderweg. De rest drones aan het maken. Dronen. Orbital Command is er al. Ik ga die meteen gebruiken voor een bol. Maar niet eens kijken naar hun internetpenissen. Hoe groot dat die zijn, internetpenissen. Want ik kijk graag naar internetpenissen. Op StarCraft en zo. Zoals je ziet, EPM is vrij hoog, maar in het begin is dat allemaal nog gespam en dan zien we later wel in het spel dat dat verder evolueert. En dan zullen we wel verwachten dat dat al top kwaliteit zal zijn, want ik moet mannen, het is wel een bonnen spel. Dus zo'n amateurversie van die ene game tussen MVP en Hydra, maar zo'n amateurversie ervan. Maar ik vond het vrij lollig, ik heb live bekeken, het duurde heel lang en dat was goed. Dus ondertussen, Pnik heeft zijn expansion al proberen te bemachtigen. Een paar marines ter verdediging, tweede reeks onderweg. Terwijl Birke ook nog een beetje zit te droning up. Queens onderweg. En in de main base van Pnik zijn er twee refineries onderweg voor de gas. Gas voor die cruciale tech labs voor Steam en commercials en weet ik veel wat. Wat die misschien gaan maken of misschien niet, ik zeg het maar, hè, weet je, ik heb deze game nog nooit gezien. Hè. Jawel. En die was wel leuk. Deze gaat ook samengecast worden met andere replays die wij zijn doorgestuurd naar ets.starcraft@gmail.com. Met de Epic Cool Casting Shizzle. Ik vind het nog altijd een vreselijke naam dat ik heb gekozen. En zoals ik al zei, die twee tegelabs zijn er al. Niet omdat ik deze replay al heb gezien, maar gewoon omdat ik weet dat Terran expand altijd zo en zo. En zo. Tweede Orbital Command ook onderweg. Een paar zeuglings te verdediging en speed. Noemt dat nu? Metabolic Boost. Ik noem dat gewoon die upgrade voor speedlinks. Dat is hetzelfde. Want dat is ook al bijna onderweg en ze zijn al tegen een leer. Dat is al bijna klaar. Nee, juist niet. Ze zijn juist begonnen. Oh, man. Ja, dat komt te ver als je zoveel zit te praten en je zit helemaal niks aan toe. Ondertussen met een paar marines wat map control proberen te behouden. Marines tegen zerglings. Kijk, hoppa, een beetje micro. Ik heb een marine, twee zerglings met je mic aan. Pnik heeft er tot nu toe de map controle, want hij heeft die twee zelden aangetoren in het video. Met 100 minerals. 100 minerals en 50. Je hebt 50. Maakt 100, hè. Drie rijks hier, één in de main base. Een factory wordt aangemaakt.
ondertussen een spinecrawl te verdedigen, want hij dacht misschien dat hij hem ging pushen. Want hij zag die Berserk eraan komen, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dus ze waren alle twee rustig in macro-modus, macro-modus, macro-modus. Wachten op die leer, zodat hij zo meteen nog additional buildings kan maken om andere soorten units te maken. En dan gaan we zo meteen wel zien welke. Ik ga gewoon kijken wat ik zie. Ik ga niet speculeren van, ah, die gaat deze doen, die gaat dat doen. Ik ga gewoon vertellen wat ik zie. En zo doe ik dat nu. Ja, zo doe ik dat nu in het begin als ik nog niet zoveel weet van technieken en beeldorders van andere rassen. Want mijn ras is Protoss. Daar is er nu juist een scan afgegaan, dus hij ziet goed genoeg. Plink ziet goed genoeg dat er een bedelingnest onderweg is. Waarschijnlijk gaat hij dit gebruiken voor te scannen. Ja, hij heeft het gescand. Wat zeg ik nu allemaal? Mij. Oh, computer, niet doodgaan. Niet doodgaan, computer. Ik weet, je hebt zoveel aan gedaan. Doodgaan. Steam en Combat Shield zijn bijna klaar. Bijna. Perfecte timing. Allee. Ja, die zijn alle twee tegelijkertijd opgestart. Want met die dubbele gas meteen innemen, dan krijg je ineens een enorme gas boost. Starport eraan voor aan medivacs. En een factory is ook onderweg. Siege modus wordt ook al geresearched. Dus. Dan ziet hij een standaard marine tank en met medivacs army eruit. Die hebben combat shields. Hier is ook al een gast bij een. Oeh, een scout in de zerk. Check even te checken wat hij aan het doen is. Als we dan kijken van het standpunt van Wirke, dan zien we dat er niet zoveel is. Ondertussen neemt Wirke gewoon snel rap even een derde. Ik spijt omdat hij weet dat hij rustig aan het macro is. Dus waarom zou ik niet? Hij kan dat permitteren. Ondertussen waar een degelijke creepspit. Een degelijke creepspit. Allee, ik ken niet beter, maar ik zeg dat gewoon op de manier van. Ja, op die manier. Op die manier zeg ik dat gewoon, hè. Ik zeg wat ik wil, want ik ben aan het casten. Ik ben al die moeite aan het doen, speciaal voor jullie. Dan moet ik de hele tijd praten. Ondertussen, kijk, het is nu een beetje verder in het spel. We kijken naar de internetpenissen en je ziet dat het grandioos is gezegd als je dat gewoon zo doet. Naar M. Ah, dan zie je dat de average APM nog altijd nog wel vrij hoog is. Oei, een scout in de marine en die gaat eraan. Ondertussen zijn we aan beerlings gemorfd. En een extra queentje hier, waarschijnlijk voor de screamspit. Hier moet nog een beetje larva geïnject worden en die doet dat ook gewoon op bevel. Burrow wordt geresearched. De tweede expansion van Wirken is al bijna onderweg. Ondertussen komt Pnik een klein beetje pushen met een klein legertje van degelijke formaat. Met twee tanks, een medivac en een heleboel marines. Maar ik weet, denk Wirken heeft wel voorlopig genoeg om tegen te gaan. Dus wat gaat dat dan doen? Een paar scanners gewoon om die creeptumors te killen, want zonder creep is een zeuk nutteloos. Een paar marines gaan naar boven, want hij weet dat hier een base onderweg is, want hij zegt al die drones al transferen, dus die gaan een paar drones naar daar. Dus worden er 32 zerglings gemaakt, een spire is ook al onderweg. Proberen een surround te krijgen. Die paar marines hier die dachten van, ah, we gaan deze allemaal kunnen killen. Nee, blijkbaar nog niet, want alleen hier, dat is meer genoeg om daar allemaal op te ruimen. Arme marine, oeh, gewoon een beling, gewoon verspeeld aan de marine, dat zou het best niet kunnen doen. En nu heeft Wirken eigenlijk een ideale positie, die kan je langs beide kanten aanvallen. En dat doet dat ook perfect met wat zerglings, banelings en een queen zelfs die een beetje op leuke split van Pik, maar blijkbaar was het niet genoeg, want er waren een beetje te veel banelings en te veel zerglings om tegen te gaan. Dus in Pik zijn base die zo'n terug een beetje aan het remacroen. Die heeft ook zijn derde command center, tweede command, ja, zijn derde command center. Double engineering bay voor double upgrades. Oh, niet leggen, niet kapot gaan computer, niet kapot gaan computer. Ik sta rechts, want je ziet dat de money flow heel erg hoog is. En de spire is onderweg. En ondertussen wordt er nog niets gemaakt van de spire, zodra dat is. Voorlopig blijft op benings en speedlinks. Wat zeg je, speedlinks? Ja, speedlinks. En er zijn al 9 minuten onderweg en die komen er zo meteen al aan. Waarschijnlijk om een beetje te harassen. Te lastigen, harassen. Ik vind dat zo verkeerd klinken, harassen. Als je dat vertelt naar het Nederlands is dat lastig, van het is van alsof jij iemand poort en zo. Jongen, stop met mijn pet. Jongen, mijn niet poort. Zo, dat is lastig van. Ik zeg gewoon lastig. Laat mij gewoon doen. Ik ben allochtoon. Hier zijn een paar Burrowed Banelings. Ik weet niet of Pnik dat heeft gezien, maar hij heeft wel de Watchtower hier, dus hij kan hier wel zo zeer gezien passeert. Die Marines hier, die waren hier blijkbaar om te kijken of die penings hier nog zijn, maar ik denk wel dat hij zal weten dat die penings hier zouden zijn. Want
En dus zou hij die Marines niet naar daar hebben gestuurd om te checken wat het er was. Ja, ondertussen.